Hallo kijkers van Duimpjes in de Jeugd en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Vandaag gaan we een stronghold doen, maar voordat we een stronghold gaan doen moet ik vertellen dat ik nog steeds een beetje kan hoesten, jongens, omdat ik nog niet helemaal beter ben van mijn verkoudheid. Dus ik kan nog een beetje gaan hoesten, maar dan weten jullie dat even. In ieder geval, let's do deze stronghold! Yeah, let's do this. Wat is dit? Oh, oké, nou ja, let's do this. Let's do. Kom op. After we took out their dealer, the general decided to be a little more discreet in how they move their product. The sons have converted the second floor of that sex shop into a dust lab. Whenever they cook up a new batch, they walk on downstairs and sell to the lonely bastards buying dances from Cocors. Take out the sons' clientele, then destroy the dust labs. They'll never see you coming. Okay, find the back room and kill the crackheads. Goed. Als ik met hun klaar ben, dan hebben ze echt een crack in hun head. Maar oké, waar zijn jullie? Hier zijn allemaal mensen. Oké, nou, open. God, god. Hoppakee. Jongens, ik ben trouwens eventjes niet meer gewend aan deze controls. Want, hoe heet dat? Ik heb al een anderhalve week niks meer echt, ja, gegamed. Laat ik het zo zeggen. Open de deur. Oké, nou, hier zit een hoer. Hallo, wie bent u? Is er ook een hoer hier? Dus jongens, het kan dat ik vandaag een beetje de controls verkeerd doe. Maar ja, zolang jullie maar weten dat het niet de bedoeling is. Oh, wacht even. Jij bent eentje die ik moet vermoorden. Maar als jullie dat even weten, dan komt het helemaal goed. Want ik ben nu even gewend aan andere controls. Ik heb net een andere game zitten spelen, jongens. Maar ik speel niet alleen games in opnames. Ik speel natuurlijk ook games voor mezelf, dat is ook leuk. Alleen net had ik... in een andere game was de controls van de muis precies andersom. Dus ik moet nog even gaan wennen. Ik moet wennen, naar boven is naar boven en naar beneden is naar beneden. Want bij die andere, bij de game waar ik net speelde, was het precies andersom. Goeie verstopplek, gozer. En nu jij nog. Oké, god. Leer die controls eens even. En hoppakee. Oh, was dat het? Head upstairs and destroy the drug equipment. Goed, maar waar is de trap? God, waarschijnlijk helemaal aan de andere kant. God, dan moet ik weer helemaal omlopen. Oké, hier is het. Openen. En waarschijnlijk zijn hier gozers, dus die kunnen we meteen aan flarden schieten. Oké, nou, waar staan jullie? Ja, ze zien wel. Ze staan er. Hoppakee. Oh, jij leeft nog, gozer. Wat leuk. Oh, daar liggen we, leven nog een paar gozers. Oh god, dat was heel close, gozer. Dat was wel een mooie dodge. Oeh, in de ballen. Hoppakee. Nou, jij ook dood. En trap deze deur maar in. Hoppakee. 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 Ik ben echt heel blij met mijn heal. Als ik deze heal, drie keer heal niet had, dan was ik echt al lang dood. Doordat ik hier goed op let. Oké, nou, jij dood, jij dood. Hoppakee. Boom. Head to the fire escape. Helemaal goed. Head to the rooftop and kill the Samedi. Ga dood, jullie. God, god, dan ben ik ook bijna dood. Destroy the helicopter. Ja, dat wil ik allemaal graag doen. Wat? Hè? Hij loopt uit zichzelf. Oké, dat vind ik ook allemaal heel leuk. Hoppakee, waar is die andere gozer? Destroy the helicopter. Ja, dat begrijp ik, maar waar... Oh, hier is de fire escape. Ik kon hem echt even niet zien. Oké, nou, er staat hier dus ergens een helikopter. Eerst even jullie uitschakelen. Heb ik nog een bazooka? Nee, niet echt. Oké, nou, dan pak ik mijn andere guns weer terug. Hoppakee, nou, uitschakelen deze gozers.
Oh ja, kom dan hier jij. Waar is die? Oh, daar. Nou, even een helikopter uitschakelen. Wee! Nou, oké. En dat was het. Dat was het. Oké, okay, Sons of Assembly. The Fonyan Plaza Drugs Lab Complete. Peep Show Showdown. $2000 gekregen. Oké. Okay. En Neighborhood Game Bafonyan Plaza. Yay. Dat geeft ons nog maar 10 neighborhoods om te doen. Om te krijgen. Staat hier iemand? Ja, dood jij. Oké. Okay. Ik moet echt nog even de controls gaan leren. Na zo'n flinke tijd. Ja, na een week eigenlijk. Maar dat maakt even niet uit. Ik wil nu even kijken hoe het hier beneden zoals het echt werkt. En nou ja, dus hoe het er normaal uitziet. Wil ik het graag zien. Want ik begrijp dit. Heel goed. Maar hoe het gewoon hier beneden. Of er dan echt mensen staan achter dat glas. Dat die niet bang zijn. Even kijken. Het staat leeg hier. Nou, ik denk dus van niet. Nee, ik denk van niet. Of de hoeren zijn er niet meer. Nou, ik zie echt helemaal niemand. Hier dan. Ook niet. Wat nou als ik er even uit ga. Uit dit gebouw ga. En dan weer in dit gebouw ga. Oké, okay, en dan ga ik weer in dit gebouw. En misschien dat de hoeren dan wel weer terug zijn. Je weet het niet. Nee. Wacht even, deze is dicht. Nee. En hier dan. Kom even in beweging. Nee, waar zijn die mensen? Oh, dit is wel een dansclub hier. Ach, nou ja. Ze zullen waarschijnlijk wel bang zijn geweest en weggerend. Maar hebben wij nog een winkel te gaan? Ja. Precies vlak naast me. Oké. Okay. Oh, geef trouwens maar mee. Superior. Goed bezig. Ga even deze winkel kopen. Oké. Okay. Oh god, something is blocking your pet. Aan de kant. En... purchase. Voor $5000 hebben we weer een tattoo shop gekocht. En kijk eens, met dat gedaan te hebben, hebben we weer onze taak van vandaag voltooid. Namelijk, we hebben de stronghold gedaan. En we hebben alle winkeltjes die erbij horen gekocht. Dus ja, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de aflevering. En dat ga ik afsluiten met de bekende woorden. Kijk, Dwayne, een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help de kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan valt het voor mij nog maar één zeggen. En het is... doei!